snoep. Nou, een hele tas vol. Ja, een hele tas vol al. Ja. Hey, lekker. Wat gaan jullie ermee doen? Opeten! De 900 deelnemers van de avond Vierdaagse Juliaandorp konden donderdagavond hun medaille in ontvangst nemen. Dit jaar was er een alternatieve intocht die eindigde bij MFC het Dorpshuis. Ja. Hoeveel kilometer hebben jullie gelopen afgelopen dag? 10 kilometer. Zo. Zijn jullie nu moe? Ja, nou de eerste 2-3 dagen wel ja. Maar nu weet je dat de finish is, dus dan loop je wel door. Gisteren 13. Oh, en vandaag? 7. Oké. De eindstreep is in zicht. Ben je er blij mee? Ja. Hoe is het allemaal geweest de afgelopen dagen? Ja, spannend. Want het was voor het eerst sinds 3 jaar natuurlijk. En dan is het altijd afwachten hoeveel mensen je krijgt. Hoeveel belangstelling er is. En, maar het was meer dan andere jaren. En we hebben 4 prachtige dagen gehad. We hebben mooi weer gehad. Vandaag leek het even een beetje lastig. Maar gelukkig kwam die onweers bij in de middag. En daardoor hadden we nu prachtig weer binnenkomst. En ook deze alternatieve intocht, omdat het loop bij het park was afgesloten, moesten we langs het water van de Slenk. En volgens mij is dat ook goed bevallen. Dus hier staat een tevreden mens. Hey jongens, jullie hebben het gedaan. Ja. Ja. Hoe was het? Leuk. Ja? Ja. Jullie hebben veel om je nek hangen. Ja, ik ken heel veel mensen, blijkbaar. Hoe was het de afgelopen 4 dagen? Ja, het was spannend. Ja, was het zwaar ook? Ja. Ja? Maar je hebt het wel volgehouden, want je bent er. Ja. Hoeveel kilometer heb je gelopen? 5. Zo, en is het allemaal bevallen? Is het goed gegaan? Ja. En wat heb je allemaal om je nek hangen? Allemaal snoep. Ja, het ziet er lekker uit. Ja. Ook na volgend jaar? Ja, absoluut. Ja, dat, en dan hopen we richting de 1000 te gaan.